Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Emile Remus. Het gaat een nipte zijn voor vandaag. Ja, vandaag staat ook een LAN-partyprogramma tot en met zondag. Dus er gaan ook redelijk wat livestreams zijn, noem maar op. Vandaag, morgen en overmorgen. Met dit, je gaat maar een nipte worden, mensen. 4 uur en 15 minuten, zeg pak 16 minuten. Dat ik dan mijn computer nog kan afbreken en nog in Gera Spijker op tijd gaan zijn. Want jullie gaan ook nog iets heel moois beleven in deze vlog. Voilà, goedemorgen. Het is 9 naar 8. Ontbijt gedaan, bedje weg, top. Bedje is al opgeruimd voor op CU LAN. Dansenbeat. Mijn wagen even hier zo op die een opritje oprijden. Leegmaken. Dan even terug wegrijden. Dan, als dat gedaan is, mijn computer volledig inpakken. In die doos steken. En dan, richting Gerasbergen dan rijden. En mijn vriendinnetje terug richting haar thuis rijden. Joepie. Nee, ik ga haar wel missen. Dus dat geef ik wel eerlijk toe. Dat zeg ik ook heel vaak in mijn vlogs. Dat geef ik eerlijk toe. Of what the hell. Of what the fuck. Of doe maar op. Allee, bij deze. Dat zeg ik ook veel, hè. Tot straks allemaal. Zo, de vlog en al is nog in de upload geraakt en kijk eens hier achter mij. Alles is ingeleid, dus ik ben onderweg naar de LAN-party toe. Zie u dan, hier kom. Maar eerst nog over Brussel. Zo mensen, ik ben nu uit het laaien hier op CU LAN. Kijk eens, mijn computerkast en al. Hier, al mijn spullen nog, die nog uit moeten geleid worden. Zowel mijn slaapspullen als mijn computerspullen. Die liggen er al een gedeelte op, dat is al goed. Dan ga ik nog eens kijken wat ik nog kan uitlaaien al. Dat was dit. Mijn luchtmatras. Hier zitten ook wat kleren in. Dat is goed. Voor mijn luchtmatras te beschermen. Check. Mijn kussens. Check. En check. Voilà. En ze hebben hier een verkeerde gokking gedaan. Dat is, hoe lang dat ik onderweg was, 3 uur en 40 minuten. Hehe. Just another doorway to open up and see. What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears.
verschillende toernooien. Oké, ik kom binnen 5 minuten terug. Alright. Dus er zijn verschillende toernooien. We doen een Counter-Strike toernooi, 5v5, een Blobby Volley, een League of Legends 3v3, een Fall Guys, een Blur, Rocket League 2v2, Super Smash Bros 2v2 en tal van Fun Compos. Hoe moeten jullie inschrijven? Jullie moeten op de intranet website een account maken, dan een team opstarten en de kapitein moet de andere teamleden uitnodigen. En dan kan de teamcaptain zich inschrijven voor de toernooien. Op elke toernooipagina kan je zien wanneer de toernooi zich afspeelt. De regels ook en hoe dat je dus het spel moet downloaden. Wij gaan telkens afroepen wanneer dan een toernooi begint. En dan is het gewoon spelen. Voilà. Alright. Duidelijk voor iedereen. Om op de website te geraken in de internet is het cu-lan/index.php. Die komt ook op het PowerPoint, de PowerPoint presentatie om de zoveel keer terecht. Moest je vragen hebben, je kunt altijd op podium terecht, bij de compodesk, bij Dean, en hij antwoordt alle vragen. Alright, veel succes! Dat was dus de inleiding voor de koppels. Zo, ik ga de vlog al beëindigen. Vergeet hier geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om buiten te doen. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, livestreams. Er zijn er nu redelijk veel livestreams. Komt en al. Klik dan op het belletje. Dan blijf je op de hoogte. Ik ben nu Blobby Volley competitie aan het spelen. Zelfs moet ik tegen Furiel. Dus dan weten jullie dat. En daar is de compodesk en al. Het is een hele mooie podium. Echt heel mooi. Ook met de stoelen en al. En de zaal layout is ook echt heel mooi. Voilà. Hebben jullie dit ook gezien? Ik zie jullie allemaal. Morgen ga ik geen vlog maken. Hebben jullie PC ingepalmd? Ja. Ik ben nu aan het denken. Maandag ga ik gewoon mijn Q&A terug opnemen. Voilà, dat staat er al op het programma. Maar voor zaterdag, dus wanneer ook deze vlog online is gekomen, zijn er al redelijk veel livestreams geweest. En zullen er nog zijn. En zondag zullen er ook nog wat paar livestreams zijn. Niet zoveel meer dan. Want om 2 uur te laatste ga ik hier opruimen en vertrekken terug richting Limburg. Dan zijn jullie daar allemaal al op de hoogte en ja, daar beginner is ambiance, maar daar kan ik niet naartoe gaan omwille van de copyright music en dat geen copyright free music is. Tot later allemaal.